Ja trek nog een stukje piek aan. Ja, prima. Bessie. Goedenavond allemaal. Ik wil me even voorstellen. De een kent mij wel, de ander kent mij niet. Mijn naam is Peter Aubert. Aan mijn linkerhand, bepaalde mensen kennen hem wel, een aantal mensen kennen hem misschien ook niet. David Kreterix. Wij samen vormen een vennootschap, een commanditaire vennootschap. En wij hebben gezamenlijk Potters, de snoekerpub, hier opgericht in Alphen aan de Rijn. Ik wil ook welkom heten de ouders van Dave en Liz, die ook vanuit Schotland overgekomen zijn. Ja, voor hetzelfde geld, kijk, hij is Engelsman. Hij is een Engelse volbloed. En zeker belangrijk, ik wilde ze niet in de eerste plaats noemen, maar ik denk dat die mensen voor deze pub, voor de hele opening, verschrikkelijk belangrijk geweest zijn. En dat zijn eigenlijk alle harde werkers van de laatste weken. En het is heel moeilijk om die mensen met naam te noemen. Maar als ik u vertel dat hier avonden geweest zijn, dat hier 18 mensen constant keihard aan het werk geweest zijn. Ook belangrijk is, er zijn denk ik in zijn algemeenheid horecagelegenheden. Daar gaat of een man naartoe of een vrouw gaat er naartoe en er wordt er eigenlijk wat scheef aangekeken. Want men vindt dat in Nederland toch wel vrij gek als ineens een vrouw alleen een gelegenheid binnenstapt. Ik denk in dit huiskameridee hebben wij gezegd, nou dit moet ook de gelegenheid zijn voor u en uw vrouw. He, of voor uw vrouw en u. Het ligt me net een beetje aan hoe je het inkleedt. Goed, ik wil nu Barry Hughes uitnodigen om een klein inleidend verhaaltje te houden. Want ik heb me laten vertellen dat ik verschrikkelijk veel af weet van voetbal, maar dat hij ook heel erg veel af weet van snoekeren. Ik moet zeggen, de compliment met de tafels en 6 van deze prachtige snoekertafels voor de mensen dat de BBC kijken, dan kun je nu in Alphen aan de Rijn zien dat het die echte snoekertafel. Direct heb ik de eer om te spelen tegen een Schotse jongen, of hij heeft de eer om tegen mij te spelen. And I said it would be an honor to play against you, or perhaps the other way around, I don't know, you know. But it's, we'll see. Nou, ik moet het eerlijk zeggen, in Engeland, toen ik was voetballer, hebben wij uiteraard, het is een spel dat is overal in Engeland gespeeld. En bij de voetbalclub waar ik speelde, West Bromwich Albion, hadden wij een snooker table. En dat was regelmatig waar de spelers aan spelen. Ik wens jullie beide heren enorm veel succes. Ik zal nog een keer terugkomen om te spelen. En nu gaan we de official opening. En dan ga je kijken naar 2 grote talenten. Van de snoekertafel. Zullen we het nou ook? Ja, Come on, brilliant again.